Wat? Vet fietsje, ik heb het gemakkelijk. Superhandig. Handremmen. Ja, kijken. Eén versnelling. Leuk, lampie. Nog meer. Kleine wieltjes, makkelijk op te vouwen. Nou, vet fietsje toch? Echt leuke aanwinst. Er zit eigenlijk alles op. Eén versnelling, ja, lekker makkelijk. Klein, compact. En ja, dat ging echt niet helemaal goed. Nee, ik vind... We moeten dit mooier filmen. We gaan het opnieuw doen. Goed. Damn. Ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn, zo'n vouwfiets voor mijn werk. Maar daar gaat het eigenlijk niet over natuurlijk. Ik wilde je met deze tweede opname gewoon simpelweg laten zien hoe goed en hoe gaaf eigenlijk de wereld eruit ziet met macro. Nou, dit is dus een macro lens. Een lens met een vast brandpunt waarbij je heel dichtbij kunt fotograferen. En daar staat eigenlijk macro voor. Heel dichtbij fotograferen. Dat hij ook dus kan scherpstellen. Wat dus nu niet gebeurt. En waarom doet hij nu in één keer? Hij stelt niet meer scherp. Ja, sorry. Scherpstellen. Dus hij kan heel dichtbij scherpstellen. Maar ook heel erg ver af. En dat maakt die lens zo ideaal. Ja, je hebt ze met vaste brandpunten. Dit is een 105 mm van Sigma. Je hebt een 90, 60, 40. Waar je rekening mee moet houden is hoe lager het getal is, hoe dichterbij jij moet komen voor de goede vergroting. Bijvoorbeeld ga je bijen en vlinders fotograferen, is een 105 wel relaxed. Hoeft niet heel dichtbij te komen en dan vliegen ze niet gauw weg. Ja, waar je ook rekening mee moet houden is, ze zijn er met stabilisatie. Deze heeft bijvoorbeeld wel stabilisatie, je hebt ze zonder stabilisatie. Ja, het hangt er een beetje vanaf wat je nodig hebt. Ik zeg wel eigenlijk dat je een stabilisatie nodig hebt, want het beweegt veel te veel. Trillingen die zijn gewoon echt. Wat je ook anders moet doen is zeker een monopod of een statief kopen. En dan heb je hem gewoon helemaal stabiel, want elke trilling zie je gewoon. Ja, sorry, ik... Oh, het voelt gewoon lekker. Het is gewoon... Je kent wel dat punt als je met een balpen... Geheid dat ik dit vaker tijdens de video doe, maar jongens, het is gewoon... Het is lekker. Maar let op mensen, er wordt vaak gezegd, nou ja, weet je... Ik weet niet of van de bloemetjes naar bijtjes. Nou, bullshit. Bullshit. Het is echt zo dat deze lens ideaal is voor alles wat je ermee kunt doen. Dus stel je voor, je koopt deze lens. Je gaat bruiloft ermee doen. Eén lens, je kunt portretten mee doen. Je kunt heel mooi met scherpte diep spelen. Je kunt je ringen, taart fotograferen, details pakken. Want je kunt dichtbij komen. Dat kan met een normale lens niet. Het is eigenlijk overal voor bedoeld. Videografen, weet je. Ga lekker je details vastleggen, maar pak ook een overall shoot. En dan pak je op een gegeven moment weer details. Maar ja, zeker ook naar buiten. Pak gewoon zeker zo'n lens. Ga naar buiten. Ga portretten meedoen. Ga de wereld verkennen. Ga kijken naar de kleine details. Weet je, je moet een idee hebben en dan ga je het hiermee uitvoeren. Fantastisch. Hey, we zijn er weer, jongens. Einde van de video. Dankjewel weer voor het kijken. Zeker even volgen. Abonneer even. En ik zie je volgende keer weer. Nou ja, zomaar.